heel opgelucht, eindelijk een bevestiging. Heeft u heel lang voor moeten knokken? Hè? Elke dag, 12,5 en jaar lang. Elke dag is geen dag voorbij gegaan. Sinds 1999 is er bij de ouders van Denise onduidelijkheid over de doodsoorzaak. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut wees eerder uit dat de Tilburgse een natuurlijke dood was gestorven, maar haar moeder Harnie Schouten geloofde daar niets van. Ze hield altijd vol dat het om een misdrijf moest gaan. Uiteindelijk besloot de familie een onafhankelijk forensisch instituut in Amerika in te schakelen. Woensdag kreeg ik eh, smiddags een telefoontje uit uh, Colorado. En daar werd mijn vermoeden bevestigd. Ze hadden het bewijs gevonden. Het bewijs dat er in de haren van Denise drugsporen zijn gevonden. Dit betekent dat ze een onnatuurlijke dood is gestorven. Ik wil gerechtigheid voor mijn kind. Mijn kind was geen drugsgebruiker, mijn kind was geen stapper. Mijn kind was een heel net opgevoed kind. En die misschien eenmaal per maand een uurtje naar de stad ging. En dat is dan nog fataal geworden ook. Wat het NFI al die jaren niet boven water kreeg, lukte in Amerika wel. En dus is de volgende stap. Via een kort geding afdwingen dat het, eh, op, eh, het Nederlands Forensisch Instituut openheid geeft van zaken. Want er zijn heel veel dingen die wij missen. En die ik toch wel wil weten.